Goedendag, je kijkt naar het weerbericht van dinsdag 25 april van Weerplaza. We hadden vandaag een wisselvallige dag met zon en wolken, maar ook een paar buien. Vanuit de lucht zag het er rond een uur of twee zo uit. Een storing lag op dat moment boven het midden van Duitsland en over de Ardennen. Die storing is afgelopen nacht gepasseerd met veel bewolking en wat regen. En wij hadden vandaag te maken met een aanvoer vanuit het noordwesten. Er trokken regelmatig buien over onze omgeving, vanuit het noordwesten naar het zuidoosten. En de buien die zullen vanavond landinwaarts op veel plaatsen gaan verdwijnen. Maar langs de kust is vannacht nog een enkele mogelijk. De temperatuur daalt landinwaarts op sommige plaatsen tot net iets onder het vriespunt. In de kustprovincie ligt de temperatuur tussen de 0 en de 2 graden boven 0 en de noordwestelijke wind zwakt geleidelijk aan in kracht af. En morgen ontstaan met het oplopen van de temperatuur opnieuw een aantal buien, ook verder landinwaarts. Daarbij is er opnieuw kans op hagel en onweer. Maar tussen de buien door is er ook ruimte voor de zon. Met 9 tot 11 graden is het opnieuw een vrij koude dag. En ook op Koningsdag ligt de temperatuur rond een graad of 10. Het is wisselvallig met mooie momenten met de zon erbij, maar soms trekt er ook een enkele bui voorbij. Vrijdag en zaterdag gaat de temperatuur geleidelijk aan omhoog. Op zaterdag wordt het 12 tot 14 graden. De wind draait naar het zuidwesten en het blijft vaker droog. Een enkele bui is nog mogelijk. En dan is er goed nieuws voor mensen die de kou zat zijn, want vanaf zondag en volgende week begin mei ligt de temperatuur overdag tussen de 15 en de 20 graden en zijn de nachten een stuk minder koud. Ik ben Diana Boey van Weerplaza.